allemaal. We zijn in Londen en we zijn net bij Peggy Porsche geweest, zoals je daar ziet. En we hebben lekker taartje op en thee. En we willen afrekenen met mijn pinpas van ABN AMRO. Doet hij het niet. Dus ik heb nog een keer geprobeerd. Doet hij het ook niet. Dus Emma heeft ook ABN AMRO. Dus zij wil proberen. Doet hij het ook niet. Dus wij denken van, hé, hoe kan dat nou? Want ik heb hier altijd gewoon al betaald met mijn ABN AMRO pas. Dus het was gewoon heel raar. Dus nou, ik kan nog even in die app kijken. Ik heb extra nog even mijn pinpas op wereld gezet. Niet dat het hoefde, maar ik denk, nou, misschien is dat het. Misschien doet hij het dan niet. Dus weer betalen. Doet hij het ook niet. Dus nou, ik heb gevraagd of er een ATM in de buurt zit. Zit hij daar bij het busstation? Dus ik naar het busstation gelopen. Wacht, gaan even stilstaan, is makkelijker. Dus ik naar de ATM. Ik probeer geld te pinnen. Doet dit ook niet. Dus ik heb nog een keer geld proberen te pinnen met een andere optie. Doet hij ook niet. Dus ik denk, hoe kan dit? Want mijn pinpas werkt gewoon en ik heb gewoon saldo. Dus nou, ik heb bellen naar de ABN AMRO. Gingen ze dus opzoeken wat er aan de hand was. Blijkt er dus dat er een wereldwijde storing is. En wij zijn hier in Londen met een pinpas. Geen creditcard, geen cash. Alleen een pinpas. Maar ja, die pinpas heb je niet zoveel als er een storing is. Dus we hebben nou niet kunnen betalen bij Peggy Porsche. Ze hebben nou onze contactgegevens opgeschreven. Ik heb echt super lang aan de telefoon gezeten met ABN AMRO. Dus met lekkere banken, lekkere rekening straks. Maar we weten dus niet of we gewoon onze pinpas nog kunnen gebruiken vandaag. Of de storing überhaupt stopt. Maar er is dus een storing bij ABN AMRO en we kunnen helemaal niks. Dus dat is fijn. Dus we weten niet wat we... Ja, het is een beetje stressvol. Heel irritant. Ik heb gewoon echt alleen maar 60 pence mee. Dus 60 cent. En dat was het. Voor de rest heb ik niks. Twee boterhammen, een flesje water en zijn wat koekjes. Moet je verhongeren, dat doen we niet. Maar het is toch wel een goed begin van de dag in Londen. Jongens, helemaal top dit. Oké, we zijn nu op Victoria Station. Dus we gaan nu even kijken of we iets kunnen betalen. Of de bankpas het weer doet. Dus ik ga even de folk even kijken en pinnen. We hopen dat hij het doet. Jongens, als heel de dag gewoon die storing is, kan ik gewoon niks. We hebben gewoon helemaal geen geld bij. Dus dan kunnen we gewoon echt helemaal niks. We kunnen nog niet eens eten kopen. Jongens, wat is dit? I don't deserve this on my birthday. Oké, waar is hij? Ik zie hem niet. Ben ik nou echt zo blind? Ik zie folks. Maar ik zie niet de folk die ik wil. Jongens. Oké, de British folk hadden ze niet. Dus ik probeer nu door alle mensen door te lopen. En ga ik even naar de ATM. Ga ik kijken of ik nu wel geld kan pinnen. Ja. Oké, jongens. Gaat ie. We kunnen weer. Jongens, het is zo godgloeiende heet altijd in deze metro. We gaan nu onderweg naar Knightsbridge. En daar hebben we de Harrods. En dan gaan we naar Elon Café. Harrods. En een paar winkels. Maar we gaan dus voornamelijk vandaag gewoon heel veel leuke cafeetjes doen. En ook leuke foto's te maken. Lekker eten. Heerlijke taartjes. Die taartjes zijn best duur. Maar zo ontzettend lekker, jongens. Zo heet. Zo heet. Godverdomme. Heel fijn het. Oké, jongens, we zijn bij Harrods. Daar is Harrods. En ik ben van plan om mijn verjaardagscadeau te kopen. En het is iets wat ik echt al super lang wil. En het is... Ja. Het is niet zomaar iets. Dus ik ben benieuwd. Ik ben excited, jongens. Dit wordt mijn eerste designer aankoop. Hoop ik. Nou ja, coach. Maar tweede. Oké, we staan bij Harrods. We mochten onze koffers niet mee naar binnen nemen. Begrijpelijk. Dus we gingen naar die koffer drop-off ding. Moet je dus gewoon 25 pond betalen, maar dan krijg je een voucher voor 25 pond. Nou, prima, want ik wil toch wel meer dan dat uitgeven. Kan je niet in één transactie uitgeven, dus dat is super lullig. Dus nu moet ze ook wat kopen, terwijl ze het eigenlijk niet van plan.
plan was. Maar we hebben nu dus een voucher. Hij zei, wat is je achternaam? Dus ik zei koning. Dus hij keek al. Dus ik kan spellen. K-O-N-I-N-G. Nou, ik heet, jongens, mijn nieuwe naam. Konighe. Ik heet Konighe. Lisanne Konighe. Aangenaam kennis te maken met u. We gaan nu naar Harrods. Jongens, ik heb mijn verjaardagscadeau gekocht. Ah, oh my god, jongens. Ah, zo mooi. Oké, jongens, ik heb mijn verjaardagscadeau. En ik wil dat echt al super lang. Ik heb er echt heel goed over nagedacht. En verspaard mijn verjaardag en ik heb hem gekocht. Ik ga hem even unboxen voor jullie. Oh my god. Dit doosje is ook gewoon zo mooi dat je dit doosje gewoon in je kamer kan zetten. Zo. Oh my god. Mooi, this bag is. En ik had ook die hele grote maat gepast, maar die was echt niet mooi. Die was echt veel te groot. Dus ik heb een riem. Is hij nou op zijn kop? Hij is op zijn kop. Op zijn kop, jongens. Dit is hem. En hij is zo mooi. Oh. Nou, helemaal top. En mijn koffer is kapot. Ja. Jongens, ik kan echt niet geloven dat ik dit heb. Oh my god, jongens, hij is zo mooi. Ik ga hem denk ik ook gewoon in mijn slaap. Ik ga ermee slapen als pyjama. Ik moet hem echt vaak dragen. Ik doe hem gewoon altijd aan. Dat kan ik toch ook helemaal niet fixen? Dat weet ik niet of jij dat kan fixen. Kan je dat fixen? Ik kan het niet. Jongens, ik was net even casual stukje aan het filmen. En ik liep de trap af en er kwam een vrouw voorbij. Wat er dus gebeurde. Oké, ik ga het eventjes recreaten. Ik liep en ik stapte. Maar heb je dat ook wel eens een stapje en dan val je met je hiel net zo naar beneden? Maar ik deed dat. Ik viel bijna. Dus dat was best verschut. Maar ik was gewoon even casual aan het acten. En het ging gewoon goed, jongens. Oké, dit is deze locatie. En dan gaan we naar de volgende. Jongens, ik heb net even een foto gestuurd naar mijn ouders. Een app. Dat ik mijn Gucci riem heb gekocht. En ik ben echt heel benieuwd naar haar reactie. Ja, hoe gaan ze reageren? Ja, weet je, het is gewoon mijn verjaardagscadeau. Ik heb hem gespaard. Mijn verjaardag. Ik heb er lang over nagedacht. Ik wil dan. Ik ben er zo blij mee. Oh. En jongens, de taartje is echt heel lekker. Het is echt godgroeiende duur hier. Maar het is lekker en het is waard voor de foto's. Is het lekker? Ja. Mooi. Gaat het nog over mij doen? Ja. Oké, het zit een roze blaadje op mijn kaartje. Taartje. Ik zeg een cakeje en een taartje. Kom een taartje. Ik ga het wel eten. Maar hoe werkt dat nou dan? Hè? Dat blijft. Ik ben het niet vroeger ook op je laptop. Ja. Ik hoef eigenlijk niks. Het hoeft gewoon als een blad. Nou jongens, we hebben net de Uber gepakt naar St. Amy's. En het is hier ook zo ontzettend mooi. Alleen, wat wel jammer is, het is echt super koud. Het waait keihard. En ik heb echt kippenvel, niet normaal. Maar ja, alles voor een mooie foto. Dus ga lekker buiten zitten in wind, heel koud. De koffers werden net al boos weggestuurd door de man die daar woont. Maar dan gaan we dus wachten op ons drinken. En jongens, het gaat er zo mooi uitzien. Stay tuned. Jongens, dus we zijn er binnen. En ik ga weer goud eten. Kijk. De vangsten zijn zo mooi. Goud. Gaat het, jongens. Ik hoef er niet echt iets van. Een beetje raar. Het is nog een beetje stom. Ja. Maar het is super slim hoe ze het gedaan hebben, want ze hebben gewoon zo'n lichte melk en dan met een kleurtje erbij. En dan heb je hier koffie die erin kan gieten, niet ernaast. Maar, dan heb je dus een mooi kleurtje. Nou, koffie. Dus wel doen, maar lekker. Nou jongens, mijn Londen is niet compleet zonder een Lola cupcake. Het is zo lekker. Ik hou er zo van, jongens. Oh. We lopen nu bijna Carnaby Street in. En we zijn zo dicht bij de coachwinkel, jongens. Zo dicht bij de plek waar ik Celine heb ontmoet. Even janken. We zijn er bijna. Nog heel even.
Nog een klein beetje. Nou ja, hier stonden we op de hoek. Daar stonden we te wachten. En daar is de coach. Can I go back half year, please? Nou jongens, we zijn aangekomen op station. Tijd, gelukkig. En we hebben een taartje gekocht voor onze buschauffeur. Want we mochten vanochtend op dat stukje zitten met die tafels. Waar normaal altijd de chauffeur zit. Dus dat was super chill. Dus we waren gewoon een VIP, jongens. En we mochten er net weer zitten. En die man die zegt, ja, als er mensen wat tegen zeggen, moet je gewoon zeggen dat je onze dochter bent. Oké. Okay. Als we daar dan gewoon mogen blijven zitten. Ze hebben ze omgekleed. Lekkere flexibele broek aan. En nu rennen we terug naar de bus. Dat was weer een dagje Londen. Ik baal nou wel weer eigenlijk, want het is veel te kort. Ik hou echt zo erg van Londen. Ik vind het zo'n leuke stad. En leuke mensen. Dus ja, goodbye. We gaan nu de bus in. Nou, we zitten in de bus en dit is onze situatie. En ik kan gewoon mijn benen strekken, jongens. Ze kunnen gewoon zo liggen. En het is zo chill. Het is echt chill. Kijk, daar hebben we geboekt voor chauffeurs. Het is een cadeautje. Bedankje. En ik heb lekker een meloen gekocht. Gewoon een hele zak vol meloen. Want Emma's ponden moest op. En dus ook daar, fuis. Ik ga zo lekker mijn make-up afhalen, want daarmee ga ik niet aan de bus. Dus nou, we gaan nu onderweg naar Nederland. Dus bedankt voor het kijken. Geef een duimpje omhoog en abonneer. En dan zie ik jullie tot de volgende keer. 'Cause ain't nobody like me.